moet iedere plek op dit groot zooitje. Dan zie ik hier de plek. Echte keuken rond. Dan een zak erbij. Stop. Goed zo. Hier allemaal friemeltjes. Ja. Kijk eens wie hier wat leuk, jongen. We gaan even schuiven. Zo, maar waar is nu ik? Dit is mijn zakken. Geworden zil. Gewoon lekker naar buiten. Als je een nieuwe kamer hebt. Dat is steeds gekker. Even kijken. Kijk. Wat ben je helemaal aan het doen? Nee. Kijk af. Leuk. Goedemorgen jongens, welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's. Familievloggers. En het is vandaag vierde kerstdag. Ik weet het eigenlijk niet meer, vierde kerstdag. We tellen gewoon door jongens. We zitten nog in de kerstvakantie. En het is, wat is het vandaag? Het is dinsdag. Het vriest niet meer, het regent bijbesteden. En ze voorspellen dat de jaarwisseling de heetste ooit wordt, las ik vanochtend. Warmste? 14 graden. Geen witte jaarwisseling? Nee, 14 graden. Voorjaarsjaarwisseling. Dat is ook op zich ook wel weer lekker. Ja, jongens, we zijn nog steeds gewoon lekker aan het chillen in huis. We hebben vanochtend weer lekker uitgeslapen. En we hebben net ons ontbijtje op. Lucius kinderen zijn lekker aan het spelen. Ja, Lucius die slaapt weer. Die is om 6 uur al wakker. Maar die slaapt nu alweer. En die zijn lekker aan het spelen. Wat ben je doen, jongen? Wat heb je, kerel? Ja, goedemorgen. Smurf is slijm van gisteren. Oeh, daar was er lekker mee aan het spelen. Maar is dit shampoo met water? Ja, gisteren had ik dat gemaakt voor in die doos, zeg maar. Ja, dus Daniel die gaat even wat wasjes draaien, want we gaan over 2 dagen ergens heen. Maar dat gaan jullie later pas zien. Mam. Komen er weer leuke vakantievlogs aan. Mag ik mijn gitaar pakken? Ja, je mag je gitaar pakken. Kijk. Och, gaan jullie weer lekker rolschaatsen? Ja. Skileren is het eigenlijk. Jij skileren en jij rolschaatsen. Eens even kijken. Deze moet zo. En dan moet je eindelijk even gaan staan, want dan kan je beter erin doen. De rolschaatsen zijn aan. Nou, de meisjes gaan lekker rolschaatsen. Nee. Skileren. Wat is het? Skiers. Ja. Ik heb een rolschaats. En jij hebt een rolschaatsen. Nou, laat eens even zien, liefie. Laat eens even zien. Kijk eens hoe goed ze al gaan. Ja, dat is het voordeel van deze lekkere vloer, hè? Oh, je gaat in een spagaat. Nee, split. Split. Split, ja? Ja? Oeh, oh, voorzichtig. En hier hebben we onze muzikant weer. Leon is lekker met zijn gitaar bezig. Ja, liefie. Ik moet even een zeetje. Oh, ga je naar de wc op je skiles? Oké, gaat dat? Mama, ja? Jij zegt dat dit de skiles is. Oh, sorry. Rolschaatsen. Lucilla heeft de skiles. Ja? Ja, zoals jullie achter mij zien, jongens, is het vies, miserig weer. Het is gewoon niet lekker. We kunnen wel naar het bos gaan. We kunnen wel ergens een speeltuin opzoeken. Maar met dit weer is het gewoon, is dat ook niet echt wat. Dus wij gaan ons gewoon weer lekker thuis vermaken. In ons huis. Geen plannen. Ik weet wat we gaan doen. Wat gaan we doen? Mijn kamer veranderen. Dat vind ik een heel goed idee. Ja. En dan denk je, kamer veranderen? Maar oh, wat is er? Ik moet die skiles zit hier. Nee, dat is een beetje lastig. Moet je me even helpen? Dan rol je er vanaf. Even helpen. Zo. Nou, Luxie is weer klaar. En dan niet zomaar even de kamers opruimen. Nee, echt goed de gronden geschoonmaakt. Want in de loop van de tijd verzamelen de kinderen allerlei spullen. Wow, voorzichtig. Allerlei spullen op hun kamer. Met allemaal poppetjes en dingetjes. Friegeltjes en tierlantijn dingetjes. En dan ontstaat er een beetje zo'n, hoe moet ik het zeggen? Rotzooi op de kamer. En dan kun je dat wel een beetje opruimen door aan de kant te schuiven. Maar goed, één keer in de zoveel tijd vind ik het ook fijn dat ze hun eigen slaapkamers grondig gaan schoonmaken. En dat betekent alles wat niet op de slaapkamer hoort, weer terugleggen op de plek waar het hoort. Zoals in de speelkamer of in de boekplank of waar het dan ook mag horen en het uiteindelijk op hun kamer beland is. En ook even met een sopje al jullie planken afstoffen. Met een stofzuiger even tussendoor halen. Jullie hebben laatst lekkere popcorn gegeten op bed, want die hebben een slaapfeestje gehouden op Lucilla, haar eigen kamer. Dus dat is ook vies geworden. Dus dan gaan we al jullie dingetjes even schoonmaken. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst even een sopje pakken en een stofzuiger. Als we de slaapkamer helemaal netjes hebben opgeruimd, dan kunnen we ook de slaapkamers een soort makeover geven. Weet je wat dat betekent? Aanpassen, veranderen. Mooi maken. Dus dat je mijn bed bijvoorbeeld aan de zijkant staat. Ja, we kunnen de meubeltjes weer gaan schuiven. Gaat Luxie ook je slaapkamer opruimen? Oui. Ja? Ja. Met een doekje overal poetsen?
Gaan we eerst even, ja, we gaan eerst even een emmertje water pakken met een sopje erbij. Deze la is, zoals jullie zien, een beetje een rommeltje. Maar dat is niet met zomaar. Want waarom is deze la een rommeltje? Omdat we iets hebben verstopt in deze la, ja. Hè? Kijk, wat ligt eronder? Niet vertellen, hè? Snoepjes. De chocolaatjes en de snoepjes, die hebben we hier een beetje verstopt. Want anders dan zijn die zomaar opeens weg. Dus alleen Lucella en mama weten dat, hè? Alleen wij weten dat. Oké, okay, we pakken in ieder geval... We pakken de poetsdoeken. Dat is deze. Deze. Pak maar die. Drie. Want Lucilla Luxie gaat ook poetsen. En wat oude theedoeken. Om het droog te maken. Kijk eens. Alsjeblieft. Nou, en een emmer moeten we even gaan pakken. Een emmer. Een emmer. Ja, leg dat maar vast daar neer. Hoppatee. Hebben we wel een emmer. Hadden. Oh, hier. We hadden daar een emmer. Oh, kijk eens. Een emmer. Dan gaan we lekker soppie maken. Kom. Kijk eens, gaan we die kant op. Hebben we hier de la. Doen we hier deze. Clean, alles reiniger. Gebeuren we erin. Ik wil je dat doen? Nou, doen we er een... Ja, moet eerst openmaken. Eerst openmaken. Eén scheutje. Ja, doe er maar in. Stop. Ja, toppie. Nou, dan gaat alles weer lekker ruiken. Voel ik hoe je gaat. Wil je ruiken? Ik ruik het hier al. Doe maar ruiken. Oeh, dat ruikt lekker. Dat ruikt lekker, hè? Nou, gaan we naar de slaapkamer, jongens. Let's go. Dus je doet lekker zijn slaapje. Kijk, dus Luxie doet de glasseks en de keukenrol. En Luan, als jij dan even de stofzuiger meeneemt. Ja, je moet hem hier tillen. Zo. Toppie. Nou, dan neem ik de emmer mee. Zo. Kijk, hier de emmer. En dan gaan we op naar de slaapkamers, jongens. Naar welke gaan we eerst? De mijne. Ja, jullie mogen gewoon allemaal je eigen kamer doen. Oh, de vuilniszakken. Loop maar vast. De vuilniszakken. Ook altijd heel erg handig. Neem de vuilniszakken mee. Kunnen ze meteen alle vuilnisdingen wat ze niet meer gebruiken. Of het vies is, of rommeltjes, of troepjes. Je kent het wel. Meteen in de vuilniszak doen. Dus even een rol vuilniszakken. Even kijken. Die nog hebben. Hier hebben we nog vuilniszakken genoeg. Dus alle vuilnisdingetjes die ze tegenkomen. Papiertjes, propjes, tekeningetjes waar ze niks meer mee doen. Lucilla tekent nogal veel op de kamer. Luan heeft ook een prullenbakje op zijn kamer. Hop, meteen al die prulletjes en dingetjes in vuilniszakken. En ja, dat scheelt. Dus rol vuilniszakken moest ik ook even meenemen. Nou, emmertje erbij. En dan gaan we vandaag eens lekker poetsen. Dat de slaapkamers weer helemaal spik en span zijn. Voor we het nieuwe jaar weer ingaan. Want wij zitten nog steeds in 2021, jongens. We zijn weer bij de slaapkamers. Ja, toppie. Mama komt eraan. We zijn bij de slaapkamers van Lucilla en van Luan aangekomen. Daar gaan we sowieso als eerst beginnen. Die van Luxie valt nog wel wat mee. Maar deze zijn echt ja, rommelig. Eerst eens even kijken hoe het er nu uitziet. Dat is de before. Nou, eerst even bij Lucilla kijken. En als je binnenkomt, valt mijn oog al meteen... op dit. Dus heel dit mag je straks ook allemaal gaan uitzoeken. Hier zit bijvoorbeeld een prinsessenjurk, zie ik hier. En dit zijn je kniebeschermers voor buiten. Een poppentas, een knuffel, poppendekentjes, één schoen. Hier zit jouw auto, een kerstboompje, een knuffel. Dit ook, dit is ook allemaal een beetje ordenen. Dan ga je eerst meteen alles uithalen, lekker poetsen. Sopje eroverheen. Ja. Jou ja, die mag ik nog wel hebben, maar je moet opruimen. Die kun je beter bij de poppenspullen neerzetten in jullie speelkamer. Ja. Kijk, en dit is ook één groot zooitje, omdat we hier natuurlijk dat feestje hebben gehouden. Dit is allemaal nog over, en snoepjes en dingetjes. Je mag op je kamer houden, maar wel even netjes opruimen. Kijk, en dan hebben we dit ook bijvoorbeeld. Dit is ook echt typisch Lucilla Prularia dingetjes. Dan wil ze al die poppetjes houden. Dan zet ze... Oh, Lucilla, wat zie ik hier? Wat is dit? Lucilla. Vind ik dat ook bij jou? Vind ik ook van die dingen bij jou? Sale. Maar goed. Ja, maar die laat ze voor de show zitten. Ja, dit ga je allemaal even opruimen. Hè? Kijk, je kroontje ligt hier. Dit spel is trouwens ook een heel leuk spel. Dat hebben ze best wel veel gespeeld toen jullie gingen spelen of logeren. Die hoort dan weer op jouw kamer. En wat Lucilla ook altijd heeft, Sil, laat eens even jouw knuffelbrigade zien op jouw bed.
Ja, Lucilla die slaapt altijd helemaal tussen alle knuffels in. Allemaal knuffeltjes. Maar ik moet die houden. Zie? Die mag je ook houden, liefie. Maar wel even allemaal weer netjes opruimen. Dus we gaan... Oh ja, bijvoorbeeld en dit ook, hè. Kijk, hier. Wat? Allemaal Brugel-spulletjes en dingetjes. En dan als we hier kijken ook. Hier, boeken. Dit. Ik weet niet wat hierin ligt. Sil, dit moet je ook even opruimen, liefie. Wat is dit? Hier heb je een dekentje met allemaal poppen. Ja, daar slapen ze. Oh, daar slapen ze. Is dat echt een bed? Ja. Oké, maar die Barbies die moet je allemaal even in je Barbie-mand. We hebben op de speelkamer. Die Barbies slapen daar ook. Oh, die slapen daar. We hebben op de speelkamer een mand met alle Barbies, waar alle Barbies in horen. Dus als je er niet meer mee speelt, moet je eigenlijk alle Barbies terugleggen op die plek. Maar goed. Ja, dat is in de praktijk wel anders. Nee, maar dat maakt niet uit. Die moet er blijven staan. Die moet er blijven, blijven staan. En hier hebben we nog een losse tekening liggen. Maar goed, wat we als eerste gaan doen... Oh nee, ik laat je nog eventjes die van Luan zien. Die is iets ja, ook wel rommelig. Maar iets minder. Iets minder. Nee, kijk hier, kijk hier. Ja, dit is toch wel echt de plek waarvan je denkt... Ja, dit is de plek waar vaak rommelig is. Ja, en dit is de plek. Dit is ook een rommelplek ding. Oh ja, en dan dit hoekje. Och, en dit is ook echt typisch zo'n hoekje. Maar voor de rest is alles best wel netjes. Nou. Wat is dit dan? Oh, en wat is dit? Ja, dit ziet er op zich wel netjes uit. Het is wel vol, maar je ziet dat je dit netjes hebt neergelegd. Bedankt. Maar misschien kan je het wel wat dingetjes weghalen wat je niet echt gebruikt, zeg maar. Want het is nog wel een beetje een vol dingetje. Yeah. En dit ook. Kijk, Luan heeft zijn knuffels allemaal hier bovenop zitten. Eerst wat jullie zo meteen gaan doen, is alles uit de kasten, die grote boekenkasten halen en van je bureau, alles even eraf halen. En dan kijken wat je nog op je kamer wilt houden, dat laat je staan. En de andere dingen, wat bijvoorbeeld op de speelkamer hoort of op een andere kamer, dat zet je in de gang. En als we straks die kant op lopen, nemen we het allemaal in één keer mee. Ja. En dingen die je niet gebruikt en ook gewoon helemaal niet nodig hebt, die zet je in jullie klerenkast boven. Nee. Daarna gaan we met een emmertje en een sopje alles poetsen, dat alles schoon is. En dan gaan we alles opnieuw inrichten in jullie kasten en op jullie bureau en dat en soort dingen. En mijn mama, kan mijn bed bijvoorbeeld ook ergens ontstaan? Ja, maar ja en als we dan op het allerlaatste gaan we ook even stofzuigen. En dan, als alles schoon is en goed ingericht is, dan kunnen we kijken of we jullie kamers een makeover kunnen geven. Dat jullie bed en jullie kast en jullie bureau en jullie kaptafeltje op een beetje op een andere plek neerzetten. De kamers zijn allemaal dezelfde vorm, de vierkante vorm. Dus in principe passen in alle hoeken de dingen wel. Bij Luan is het misschien wat minder praktisch, omdat Luan hier die dansspiegel heeft en hier graag dansen. Dus dan heb je iets minder plek om te schuiven, maar dan moet je maar kijken. Maar bij Lucilla kan je het bed ook helemaal bij het raam zetten, of daar, of die kast weer daar. Maar dat kan je pas doen op het moment dat die hele kamer picobello top schoon is en opgeruimd. Goed? Ja. Nou, laten we maar snel beginnen. Kijk, we zijn al lekker bezig. We zijn alles op dit kleed aan het leggen. En dan zie je al hier bijvoorbeeld dat hier heel veel... stof op licht. Als we alles even in het midden neerleggen, kunnen we daarna goed zien wat we nog houden en waar het heen moet en wat de prullenbak kan. En kunnen we dat allemaal goed afstoffen. Lucilla zei al, mam, ik wist niet dat ik zoveel spulletjes had. Kijk, hier liggen alle spullen. Alle kasten zijn leeg. En we gaan nu kijken, sorteren, wat allemaal weg kan. Wat je... ja. Dit zijn alle spullen uit haar kastjes, laadjes en... ja... boekenplank, plankjes. Nee, Luan is wat secuurder. Hij is iets netter. Ja, je hoeft het niet netjes neer te zetten, jongen. Gewoon op je kleed neerzetten. En dan gaan we daarna alles selecteren. Dit zijn de Projania dingetjes. Ja. Die laat ik maar op mijn bureau. Maar dan kan je bureau niet schoonmaken. Nee, maar waar moet ik dat dan neerleggen? Ja, eerst gaan we alles op het kleed leggen. Ook en dan gaan we alles sorteren. Dus het eerste wat we nu gaan selecteren is alles op de grond leggen. En alle prullendingen die je niet gebruikt, weggooien. Dit kan ik dan toch onder dingen laten, want dan kan ik het zo... Weggooien, ja. Je hebt je vuilniszak. Dat is een goed idee. Alle prulletjes daarin doen. Ik kan die doen. Ja, wil je ook nog een vuilniszak pakken? Ook een vuilniszak. Ja, hier hebben we een rol. Kijk, hou vast. Oh, jongen, hou vast dat je moet trekken. Kijk eens. Hier. Alsjeblieft. Ik ga even bij jou kijken. Zul je misschien denken, wat heeft ze dan hier allemaal liggen? Dan gaan we er eens even iets dichter op inzoomen. Make-upjes, nagellakdingetjes, uitpakdingetjes, knutseldingetjes.
ja, tekeningen, spelletjes, verharde klei, knuffels, nog meer spelletjes, sierdingetjes, kleine balletjes, snoepdingetjes. Dit zijn sieradendingetjes, poppetjes, nog meer poppetjes, fotolijstje, tasje, poppetjes, van allerlei dingetjes. Wat je nu mag gaan doen is met de vuilniszakken langs en alles wat rotzooi is, dat gooi je weg. Als bijvoorbeeld rotzooi, even kijken. Ja, dat is bijvoorbeeld rotzooi. Dat doe je erin, maar ook bijvoorbeeld al die andere dingen. Kijk, maar bijvoorbeeld pijn. Huh? Ja, die. Maar ook bijvoorbeeld dit. Dit moet je straks, dit. Kijk, dit is een briefje. Doe je daar nog wat mee? Gooi die weg. Goed, dus je gaat met de vuilniszak. Ga je over al je spulletjes om de prulletjes eruit te vissen. Goed? Nee, die moet je de wasman doen. Ah, Luxie, wat goed, schatje. Nee, Luxie is al bezig geweest. Wat goed. Heb je alles schoongepoetst? Maar liefje, dan moet je ook even met het doekje doen. Hè? Kijk, dan heb je deze hele stoel nat gemaakt. Die is wel een beetje erg nat. Dan moet je even droog maken. Mam. Ja. Deze erg vast. Oh, zit hij nog vast? Schatje, dat is zo lastig. Die is bijna schattig. Luxie, die denkt, nou, als broer en zus wat gaan doen, ga ik alvast beginnen op mijn kamer. En heeft ze overal glassex gespoten. Heel goed van jou, liefie. Alleen ze kreeg de keukenrol niet los. Nee. Zo. Kijk eens. En dan moet je alles goed droog poetsen, hè? Schatje, zo schattig. Kijk, hier ook. Heeft ze alles helemaal... Ik weet niet of je het ziet op de vlog, maar... Ze heeft alles helemaal nat gespoten. En doe je alles weer droog maken? Heel goed bezig, Luxie. Toppie. Nou, eens even kijken hoe het bij Luan gaat. Even lekker muziekje opgezet. Alle spulletjes op de grond gelegd. Met de vuilniszak erbij. Hier, ik ben hier ook bijna klaar mee. Ja. Alleen, ik ben een beetje langzaam. Als jij dat... Die hoge dingen. Hier kunt neerleggen. Ja, ik pak die hoge daar dingen. Daar heb je mij een heel... Moet eens kijken, Lu. Je ziet het niet, maar moet eens kijken. Oh, ik weet niet of jullie dit zien. Ja, hier mijn bureau ook, hè. Helemaal stoffig. Blah. Zie je dat? Hier ook mijn bureau. Ja, bureau ook helemaal stoffig. Kijk, en dan kan je niet poetsen als, als er allemaal spullen opstaan. Nee. En Luan heeft in zijn kast natuurlijk om autootjes en dingetjes en ja, dit soort dingetjes. Dus ze hebben even alles op de grond gelegd. En Luan gaat even alles selecteren. En Luxie roept, mam, kom eens kijken. Kijk, Lucilla is ook lekker bezig. Toppie, Jill. Goed zo. Oh, heb je de stoel helemaal mooi gemaakt? Dat ziet er weer prachtig uit, Luxie. Hé, maar Luxie, kijk eens even naar jouw boekenkast. Kijk, jouw boekenkast, dat is ook een beetje een rotzooitje. Ja. Kijk hier, allemaal polaria dingetjes. Deze eieren zoals op de grond neer. Oh, die had je vast op de grond neergezet. Nou, dat is goed. Dan ga je de rest ook doen. Haal je alles uit de kast en zet je alles even op jouw kleed. Goed? Zal ik de ballenbak even aan de kant zetten? Dan is je kleed groter. Kijk, zetten we de ballenbak even hier neer. Zo. En laat het slijm er maar in zitten, liefie. Nee, het slijm is helemaal vies. Is het helemaal vies? Dan gaan we dit zo meteen in de prullenbak gooien. Goed? Zet eerst alles nog op het kleed. En dan gaan we daarna met de vuilniszak alles eraf halen wat je niet meer wil hebben. Kijk, hier kan Luxie niet bij. Dus hier valt het allemaal wel mee. Het is natuurlijk wel vies, dus ik ga wel alles eraf halen. Maar dit is echt zo'n rommelplankje. En daar, dit mandje heeft ook allemaal dingen in, volgens mij. Kijk. Wat zit erin? Ja, ook allemaal frummeltjes. Dan kan je ook allemaal opruimen. Goed. Dus zet alles maar van wat je kan pakken op het kleed. Goed? Ja. En Woezel had gedaan. Ach, dat is een balletje. Ja, die gaan we ook in de prullenbak doen. Die hoort hierbij. Ja, die hoort daarbij, ja. Nou is hij kapot. Ja. Ja, is niet anders. Woezel toch. Kijk eens, ondertussen is het ook een rotzooitje op de kamer van Luxie. Nu hebben we wel deze gevonden. Ja, we waren die laatst kwijt. Nu hebben we die weer gevonden. Zo vind je ook nog eens wat. Zie je dat? Deze kutkastje. Ja, een make-up. Ja, maar dan gaan we eerst alles even weer op de grond doen. Net zoals we ook bij Lucilla hebben gedaan. Kijk, alles is leeg. En zelfs helemaal hier bovenop. Kijk. Helemaal naar boven. Hier en daar. Die gaat mama zo meteen helemaal schoonmaken. Goed, maar eerst gaan jullie even alles selecteren. Kan je even helpen? Ja. Bij jou kijken weer. Nou, Luxie, jij ruimt het verder eens even op, hè? Well, yeah. Ja, zegt ze. Dit is nu op dit moment Luan zijn kamer. Dit is op dit moment nu Lucilla haar kamer. En dit is op het moment Luxie haar kamer.
Ja. Alle drie de kinderen zijn lekker bezig met hun kamers aan het opruimen. Ik ga ze even helpen en hopelijk zien we jullie straks met een update. Ondertussen zijn we een hele tijd verder en heb ik Luxie even geholpen met haar kamer weer netjes opruimen. En kijk, ondertussen is de boekenkast weer helemaal netjes. Oh, die bal moest er nog in. Goed, Luxie. Dan hebben we de boekenkast weer even helemaal uitgesopt en alles weer netjes erin gezet. Alle prulletjes weer uitgezocht en dat we allemaal lekker afgestoft en gedaan. En ja, Luxie, even kijken of Luxie ook wel wat wil veranderen van haar kamer. Ik moet heel eerlijk zeggen dat het best wel een goede opstelling is zoals het nu staat. Dus ik weet niet of ik het nog wat ga veranderen, maar dat is even een ding voor later. Ik ga eerst even kijken hoe het bij Luan en Lucilla op hun kamer is, want die zijn ook alweer druk en de weer. Op de gang hebben we allemaal kleren liggen, spullen liggen die hier niet horen. Dit gaan we straks op het einde allemaal nog opruimen. Die horen niet op de slaapkamer. Kijk, hoe is het hier? Goed. Hoe is het hier? Ben je er moe van? Ja, ik... Poetsen? Ik heb mijn rug doet zeer. Je rug, ja, dat geloof ik graag, schatje. Met alles aan het soppen. Kijk, ze zien met een poetsdoek alles mooi aan het stof vrijmaken. We hebben al best wel dingen geselecteerd. En dan gaat mama de rest dingen sorteren. Ja, ik ga even met jou helpen met dingetjes sorteren. Ze heeft overal op haar kamer plekjes gemaakt waar ze de dingen heeft neergezet wat bij elkaar hoort. Zoals bijvoorbeeld, hier liggen alle make-upjes. Hier liggen al haar poppendingetjes die ze vaak weer in deze kast wil neerzetten, denk ik. Hier liggen al haar boeken. En hier liggen de haarbanden. En op het bed liggen alle knuffels. En zo hebben we het een beetje geselecteerd. Dit is decoratie, zeg maar. Hebben we dat genoemd. En zo heb je alles een beetje geselecteerd. Dat je een beetje overzicht hebt van wat is. Voordat we straks alles weer terugzetten op de plek. Als alles weer netjes schoongemaakt is. Terwijl Lucilla nog even lekker bezig is met poetsen. Ga ik ook even bij Luan kijken. Hey kerel, hoe is het hier? Oh, goed. Kijk dan. Alles weer helemaal netjes afgestoft. Dit ziet er weer netjes uit. Mooi. Heel netjes, Luan. Kijk, in deze kast helemaal netjes uitgesopt. Mm-hmm. Geen pluisjes meer. Dat voelt lekker, hè, jongen? Ja. Maar we zijn er nog niet. Nee, we zijn er nog niet. Het is een hele klus. Het is een hele klus, maar het is heel lekker als je straks alles weer lekker hebt afgestoft. Dan voelt het weer heel lekker, jongen. Ja. Alsof je weer op een nieuwe kamer bent. Ja. Zo voelt dat. Anders netjes in de laadjes leggen. Mm-hmm. Kijk, laadjes ook weer netjes. Even kijken. Nou, laadjes zijn nog niet helemaal netjes, Lu. Stil maar. Of is dat jouw... Weet jij precies wat is? Nou, dit is op zich wel oké. Oh ja, heb je de Donald Duckjes liggen. En zijn er bewaardingetjes. Bewaardingetjes. Oké, alleen deze la liggen een beetje vol. Die moet je even een beetje uitzoeken. En deze. Of vind je op zich wel netjes? Ja, dit hier. Ik weet niet wat dit allemaal is. Ja, voor mijn diploma's. Dit zijn allemaal medailles. Hier heb je jouw medailles liggen. Waarom moet je zoveel batterijen hebben dan? Ja, dat zijn allemaal lege batterijen. Lege? Daardoor maar even... Oh, die geeft maar een mama mee, want dat is een beetje gevaarlijk. Je moet mama even speciaal weggooien. Lege batterijen, lever ze in, zeggen ze dan. Dat is een slogan, hè? Nee, even serieus, jongen. In batterijen zitten gevaarlijke gifstoffen. Ja, dus die moet je niet zomaar hier neerleggen. Mama neemt wel even die batterijen mee, goed? Maar goed, voor de rest ben je top bezig, jongen. Maar mam, als ze vol zijn, zijn ze dan niet gevaarlijk? Ja, op zich ook wel, maar dan doe je ze in een voorwerp. Maar als ze dan op zijn, moet je ze niet zo laten rondslingeren. Ja, ik weet het niet hoor, volgens mij zijn ze op. Ja, heb je ze uitgehaald dan? Weet ik niet. Oké, nou, ik fix dit wel even. Maar goed bezig, jongens. We zijn dus nog lang niet, maar we zijn al in ieder geval op weg. Kijk eens wie hier wakker is. Onze grote jongen. Onze grote jongen. Hé, had je lekker slaapje gedaan? Had je lekker slaapje gedaan? Ja. Jouw kamertje hoeven we nog niet op te ruimen. Nee. Die is nog nooit gebruikt. Die, nee, die slaapt hij eigenlijk nog niet. Hij slaapt nog steeds lekker in zijn co-sleeper. Ja, in de kinderwagen overdag. Maar ook lekker in je co-sleeper. Dat is mama bed, hè. Nou, kijk, we zitten hier een beetje in de rotzooi. Maar je kunt hem ook gebruiken voor middagslaapjes. Klopt. Dat je hem even lekker in bed ja. legt en dan even... Kunnen we ook best wel gaan doen. Vind ik een goed idee van jou, jongen. Maar weet je wat het is?
Hij valt zo lekker in slaap als je met de kinderwagen wandelt. Dan leggen we hem in de kinderwagen en dan rijden we 2-3 keer heen en weer over die gang. En dan slaapt hij. En dat ledikantje kun je natuurlijk niet rijden. Dus dan slaapt hij iets minder makkelijk in. Ja. En als hij dan weer een beetje wakker wordt, dan gaan we weer even een beetje rijden en dan slaapt hij weer verder. En als hij dan in een ledikantje ligt, kan je niet even een beetje heen en weer rijden. Dus ik snap het hoor, dat hij overdag kan hij best wel in zijn ledikantje. Alleen ja, als hij dan wakker wordt, hij slaapt zo lekker diep in die kinderwagen. Want dan is hij zo gewend. Als hij slaapt, dan kan je toch in zijn bedje leggen. Ja, goed, maar als je hem overlegt, wil hij ook wel wakker worden. En dat bedje is dan koud. Dan ga je van een warm plekje naar een koud plekje. Ken denk ik, menig ouder kennen dat wel. Maar goed, misschien als hij wat ouder wordt straks. Hé, jongen? Kijk dan. Wat zijn we allemaal aan het doen? Kijk, we waren aan het opruimen. Alle rotzootjes opruimen. Ja. Luan zijn kamer opruimen. Moet jij later ook als je groot bent. Ja, dan ga je ook zo uiteindelijk allemaal van die rotzootjes op je kamer krijgen. En dan ga je ook lekker poetsen. Dat is heel fijn. En als alles weer schoon is. Ja, en als dan alles weer schoon is, dan voelt dat heel lekker. Luan, wist je dat deze kapot is? Oh, echt waar? Ik weet niet, maar deze is een keer gevallen. Oh, wat jammer. Toen heeft hij het nooit meer gedaan. Ach, jongen. Die heb je al best wel lang. Ja, en deze. Dus deze kan ik nu niet meer gebruiken. Welke andere? Oh, die. Dit, ja. Die is van mij. Oh, die ook van het kapot. Fotoboek. Nee, ook? Oh. Ja, hij lag een keer zo op de kast. En ja. Een keer viel die opeens. Och, jongen. Mijn, dat is er af. Hey, misschien kan opa het nog wel maken. Maar ik weet niet meer waar mijn. Toen was ik zwanger van. Luxie, 2017 staat er. Hier, Sinterklaas, december 2017. Oh, die kreeg je van Sinterklaas. Doe eens verder. Kijk dan. Ja, toen ging jij foto's maken van Lucilla. En kijk, dat keukentje hadden we toen gekregen. Oh ja, dat keukentje. Die staat nu bij ons in de speelkamer. Ja, en hier, die kokspak. Oh, wat leuk. Hier was een pip. Ja. Ach, kijk dan de eerste selfie. Ja. Oh ja, en hier. Hier, de buik van mama. Ja. Dat is grappig. En hier zat ik op. Oh ja, weet je dit nog? Als je een podium helemaal maakt. Helemaal volgeplakt met stickers. Toen werd je 5. Zie je, ze in de 5. Ja. Wat grappig, of je was 5. Mama. Oh, Lucilla ook een fotoboek. Nou, zo duurt het een hele tijd, jongens, als je hebt opgeruimd. Dan kom je steeds meer dingen tegen. Oh ja. Ja, toen kreeg je die ook. Toen ging jij als zo'n, hoe heet zo'n meisje ook alweer? Een Fisco Girl ging je toen verkleden. Luxie. Super schattig. Mooi. Leuk hè, die fotoboekjes. Ja, dat is wel zonde eigenlijk dat hij één niet meer doet. Ja. Misschien wel weer een leuk cadeautje. Voor verjaardag. Voor je verjaardag. Hey. Ik kijk de oude foto bij je. Ach ja, mijn oude klasgenootjes. Ja. Leuk liefie. Nee, nou, bewaar die ook maar op een goed plekje. Waar ben je, Luxie? Oh, zijn jullie hier? Oh, ben je hier? En je hier is papa. Och, en hier is vader. Papa de wasman. Papa staat weer in het washok. Hij zit er in het washok. Ja, de bonte was gedraaid en nu nog de donkere was. Oeh, het ruikt hier lekker naar wasmiddel in. Ja, wel, hè? Dat ruikt weer lekker. Ik heb er niet één ding in gedaan, maar twee. Doe het zelf. Lekker doen we eraan. Ik hoop dat we geen waspen hebben als we er even tussen gaan. Maar waar gaan we nou naartoe? Dat zie je die, niet vandaag. Het regent pijpensteen. Ja, dus ik ga weer even Lucie voeden en weer verder met opruimen. Lukt het een beetje? Ja, het is wel een flinke klus. Is Lucilla allemaal aan het doen, jongen? Ja. Wat is ze allemaal aan het doen? Nou, denk je, dat wil ik ook. Vind ik ook leuk. Zie je dat? Maar straks als je groot bent, mag je ook jouw kamer poetsen, hoor. Hé, hey, Lucie. Alles goed? Ja. Ja? Wat heb je gedaan? Helemaal niks. Niks? Volgens mij heb je papa geholpen met de was, toch? Nee, maar papa zei... Nee, doe maar niet dan. Zei papa dat? Ja. Ach, kom hier, liefie. Kom hier, je kan zo goed helpen en met de was. En papa voor jou. Hoeft hij je niet te helpen van papa? Oké. Okay. Ik denk dat papa even iets wilde opschieten. Dat vindt hij mooi, hè? Moet je eens kijken hoe hij zit te kijken. Hé, dat is mooi. Dat is mooi. Ja, geen vuiltje meer op de kast. Goed hoor, toppie. Hij doet je spuug uit zijn mond, zei hij. Dat is zo schattig. Vind je dat leuk, jongen?
Ja. Ja, hij zit in een riempje vast, jongens. Dus hij wil graag rechtop zitten, hè? Gaat hij zo zitten? Ja, ik wil ook helpen. Nou, Sil, het schiet al lekker op. Heerlijk. Eens even kijken. Ja, Luan is, het is afgeleid. Ja. Want wat heeft hij gevonden? Hier, kijk. Oh, een fotoboek. Die heeft oma voor jou gemaakt. Kijk eens wat grappig. Wat? Ja, en daar staat Lucilla in de buik. Mm-hmm. Ja. Grappig, hè? Zo vind je nog eens wat. Ja, als je het opruimen bent. Ja, bovenop de kast lag hij. Daar had je er neergelegd. Ach, kijk dan, jongen. Ach, kijk dan. Kijk dan. Je eerste plukje haar. Wat leuk. Ah, kijk met je stofzuigertje. Ah, zo leuk. Heb je goed haar afgeknipt en daar op? Kijk, het had je zo'n kale bol. Een beetje zoals nu. Een beetje zoals nu. Maar uiteindelijk groeit het allemaal weer aan. Ja, gelukkig wel. Gelukkig wel. Gelukkig wel. Ja. Maar ga je even door, jongen? Moet ik je even helpen? Ja. Ja? Kom, gaan we even doorpakken. Ondertussen is het op Luan zijn kamer al vrij netjes. Eigenlijk toppie opgeruimd. Heel netjes gedaan, jongen. Bedankt. Dan gaan we eens even kijken hoe het bij Lucilla is. Kijk niet naar de gang. Dat moeten we nog opruimen. Maar kijk. Tadadada. Even de vuilniszak. Ja, mag de knuffels. Die kan ik nog mooi gebruiken. Ja, die mag je wel gebruiken. Kijk, dit gaan we straks even om opruimen. Dat moet allemaal op zijn eigen plek gebracht worden. Lucilla, haar kamer is dus helemaal netjes opgeruimd. Hier alles netjes neergelegd. En haar kastje, eens kijken in het kastje. Ook alles netjes in het kastje gelegd. En de kast heeft ze weer opnieuw ingedeeld en dat. Alleen nu wil jij... De meubels ergens anders zetten. De meubels ergens anders neerzetten. Dus gevuld met mijn bed hier. En bijvoorbeeld mijn nachtkastje daar. En ja. Dan gaan we zo vermissen. Ja, waar denk je wat je bed, waar je bed wil hebben? Ergens in mijn kamer, ik weet het niet. Alleen je lampje hangt wel daar, zie ik nu. Oh ja. En je spiegel hangt wel vast op de muur. Dat is wel even een ding. Had ik inderdaad, zie ik nu pas nu aan het kijken zijn. Oh ja, en die. Die hangt ook vast op de muur. Of je kunt dit omruilen, dat is misschien een ding. Ja, of ik kan mijn bed ook zo neerzetten. Ja, dat kan ook. Ja, dat kan alleen niet, want de... Of wel? Nee, want we hebben hier een balk. Ja, balk. Deze. Ja. Die staat dan aan de verkeerde kant. Maar dan kan je toch ook zo kan die eruit neerzetten, dat je hoofd hier ligt. Kijken, hè? Huh? Dat je hoofd die kant ligt. Ja, maar heb je wel het lampje bij je voeten. Ja, wij gaan heel even brainstormen, jongens, hoe we het beste kunnen gaan doen. Maar volgens mij wordt het wel lastig, aangezien er overal vaste plekken zitten waar dingen horen te staan. Maar goed, daar kijken we zo even naar. Ik ga eerst even bij Luxie kijken, want die riep ook. Kijk. Mijn poppetjes hier slapen. Oh, er zijn je poppetjes aan het slapen. Ach, kijk dan. Is je met je poppenbedje aan het spelen. Weggehaald. Zie je dat? Ja, we hebben de kleed weggehaald. Goed stofzuigen. Ja. Alle pluisjes er weg zijn, hè? Ja. Dus dit wordt onze kamer. En ik heb misschien een ideetje waar mijn desk kan staan. Dan zou ik jullie ook even omdraaien. Kijk, zo. Hier kan je. We gaan even schuiven, jongens. Samen hebben we dat kleed even weggehaald. Ga even schuiven met de meubels. Mijn mama. Ja, liefie. Als hier mijn bed staat, ja? Dan kom je binnen en dan zie je meteen de achterkant van mijn bed. Ja, maar we zetten hem dan... Oh, op die manier. Ja, maar we kunnen hem misschien ook zo neerzetten. Dan moeten we ook die kast weghalen. En wat bedoelde jij dan? Ja, ik dacht inderdaad zo. Alleen dus hebben we daar die balk zitten. Maar dan moet papa die balk weghalen. Oké, nou, we gaan nog even door goochelen met... Met de meubels. Maar eens even aan de meubels in het midden te zetten. Ik heb nog geen idee of dit goed gaat komen, jongens. Nee. Nou, bed. Achter het bed zit ik ook al stof. Dus ik laat even de stofzuiger staan. Op het bed hebben we even alle knuffels gelegd. Die verhuizen we mee. Oké, daar gaan we, jongens. Zou dit goed gaan of zou dit niet goed gaan? Nou, het bed is in ieder geval niet zo super zwaar. Dat valt mee. Nee. Nee. Oh, dat lampje. Oh, ja, dat gaat goed. Gaan we er langs doen.
Kijk. Zo'n keer tussendoor. Even kijken. Hallo. Hallo. Ja, we kunnen hem ook zo neerzetten. Dan zo schuin. Leg ik een kussen aan die kant neer en dan kijk je zo naar buiten. Zo schuin. Nee, zo, daar tegen die muur. Oh, maar die kast moet je nog weg doen. Oh, mama, mijn masker. Ach, kijk dan. Pak hem maar, liefje. Die was ik kwijt. Was je die kwijt? Dan gaan we ook even de stofzuiger weer hier doen. Zo, kijk. Hier hebben we ook allemaal stofjes liggen. Ik doe dat meteen weg, de stofzuiger. Hier. Ja, ook nog meer. Hoppatee. En hier, allemaal stofjes. Zie je? Nou, dus even kijken hoe dit gaat aflopen. Hè? Zo, maar waar is nu even die grote kast aan het terugzetten? Ik weet niet of het allemaal gaat werken, maar deze aan de kant. Misschien kan die kast wel hier. Die kan misschien wel hier, maar kijk, dan kunnen we dat bed in ieder geval op tegen de muur zetten. Ja, dan komt die niet bij de spiegel daar. Ja. Zie je dat? Kijk, dat is wel heel mooi. Dan heb je echt een hemelbed, dan heb je die lampen, die gaan zo door jouw hemeltje heen. Ja. En dan moet die kussen leggen we dan daarheen en daar in je nachtkastje. We moeten even kijken, want we hebben wel dat lampje daar hangen. Ja. Daar moet mijn make-up tafeltje. Oh ja, bij mijn make-up tafeltje. Wacht even, dat is een goed idee. Huh? Maar waar gaan we dan die kast doen? Die kast kan dan hier. Het make-up tafeltje. Eerst de make-up tafeltje. Eerst de make-up nachtkastje. Ja. Kijk eens, nachtkastje. Zo of zo. Moeten we maar even kijken hoe dit gaat. Hoe? Deze. Nee, of mam, je doet hem er net zo naast. Dat je. Dat kan ook. Dat bedoel ik ook. Niet hier. Pas dit? Het is wel weer druk zo, hè? Ja, dat is een beetje te druk. Nee. Oké. Okay. Oh ja. Maar de lamp. Als we dit iets opschuiven, dan hangt die spiegel niet meer recht. Alles was zo symmetrisch ingericht bij de vorige opstelling. Dat is echt grappig. Maar dan is het daar weer zo druk. Hier weer zo. Nee joh, daar is het niet zo druk. Kijk. Dit is toch wel mooi? En dan hier. En dan hier dit. En dan moeten we nog even iets bedenken voor hier. Ja. Hey, misschien. Als we nog een stoeltje hebben. Wacht even, we hebben deze. En deze moet zo blijven staan nu. Dit was je nachtkastje. Ja. Gaan we jullie even verhuizen. Kijk. Zie? Dan staat deze hieronder. En als je dan nu nog een stoeltje hebt. En dan zit je dan daar neer. Dan heb je zo'n lekker chill stoeltje. Zo'n leeshoekstoeltje. Ja, ja, die kan je daar dan. Hé, hey, je had toch nog zo'n ene, die ene stoel. Die lekkere... Die staat boven, op de zolder. Ja, ik heb een idee. Ik krijg een idee, want we hadden nog zo'n chillstoeltje. Zo'n leesstoeltje. Maken we daar een soort leeshoekje van. Kijk, die staat hier toch boven. Niet echt iets te doen. Hier, lopen we hier naar boven toe. Oeh, jongens. Even kijken, kijk. Deze stoel, die is toch leuk? Die kan misschien... Bij dat lampje, dan heeft dat lampje alsnog een functie. Een soort leeshoeklampje. Nou, brengen we deze weer naar beneden. Naar de kamer van Lucilla. Oeh, ik krijg het wel warm met zijn trui aan. Op, lamp uit. Zo. Oeh, daar gaan we weer. Het was nog iets meer werk dan dat ik dacht dat het was. Maar goed, het maakt niet uit. Dan kunnen ze er volgens mij wel even tegenaan. Kijk, de hele gang ligt nog helemaal vol, jongens. Oh. Allemaal spullen. Kijk, deze stoel. Kijk, en als je die dan hier neerzet. Zo. Heb je hier zo'n leuk leeshoekje. Ja. Zie je dat? Hij moet weer. Dit is weer slakker geworden. Die niet gaat passen. Mijn bed. Bed hoeft niet. Even kijken.
Zo. Zo. Ja. Ja. En moet je die even optillen? Even iets rechter. Nee, die. En kijk eens jongens, het kleed. Pas. Pas, perfect. Leuk. Nou, dit is wel weer anders dit, hè? Dit is wauw, chill. Het is toch nog gelukt. Dat had ik niet gedacht. Dat het toch nog zou lukken. Nou, we zullen jullie even een overview laten zien. Nou, ik kan nu even mijn kamer laten zien. Hoe is die geworden, Lucilla? Kijk, hier staat een spiegel met een kastje. Met het kastje. En daar zit, kijk, daar zit deze in waar ik foto's kan zien. En mijn balletkleren. Ja, die zijn daar. Ja. En er komt hier mijn make-up tafel. Het make-up tafeltje. Die hebben we hier neergezet. In de grote kast. Daar de grote kast. Kunnen we en die lampen? Hier kan ik bijvoorbeeld dit tekenen lezen. Of lezen. Oké, tekenen. En ja. Een stoel. Komt die lamp toch nog van pas die daar hing, hè? Van jouw bed. En hier zie je ik kan gewoon met de bellingen vriendenboekje. Met de Bellinga boek en de Bellinga. Oh ja, en deze. Ja. En de Bellinga magazine. En het magazine erbij. Ja. En dan kijken we naar buiten. Dan is buiten. En hier zie je mijn tasje en mijn badjes en een mooie mijn jurk. En dit is mijn knuffelmand. Knuffelmand. Daar hebben we alle knuffels in plaats van in het bed. Ja. Heb je iets meer plek in je bed? Om te slapen. Ja. Zo. En dan nu? Dan bij mijn bed. Bij je bed. Wauw. Heel erg leuk geworden, Sil. Echt heel leuk. En dan hier het nachtkastje nog staan. Hebben we zo neergezet. En dan gaat de unicorn zo. Hier. En de unicorn die ligt hier lekker op het bed te chillen. Heel erg leuk, Sil. Kamer. Ben je er blij mee, liefie? Super pieper. Daar heb je hard voor gewerkt vandaag, hè? Heel hard. Ja. Ga je hier ook goed dansen dan? Heerlijk. Laat eens even zien. Even aan de kant. Gaan we even een ballerina. Oh, hier ja. Daar kan je zitten. Oh, daar kan je zitten. Hé, dat is een mooi plekje om te kijken. Ja. Als je een ratslag. Ja. 1, 2, 3 en... Wauw, mooi, Sil. Nou, wat zal jij lekker slapen vannacht, hé? Heerlijk. En als je dan vannacht wakker wordt of morgenochtend wakker wordt, dan moet je even nadenken, denk je. Huh? Waar lig ik nou? Wat is het voor een bed? In het is het, ja. Moet je even kijken, het uitzicht van, huh? Kijk, als je wakker wordt, kan je daar zo naar buiten kijken. Ja. En hier heeft ze dus die sportjes boven haar bed. Heb je geen nachtlampje meer, liefie? Maar je kunt er wel nog een nachtlampje neerzetten als je wil. Ik kan wel in het donker slapen. Maar je kan in het donker slapen, oké. Okay. Ja, je kunt die lamp ook aandoen als je in je bed wil lezen of zo, hè? Ja. En je kunt ook altijd nog een... Dat nachtlampje, die kan je ook... Die hier staat. Die kan je ook nog daar neerzetten als je wil, hè? Nee? Nou, toppie. Kijk, de boekenkast hebben we ook helemaal netjes weer mooi gemaakt. Die staat nu dus hier. Ja, ja, dat... Ik hoef niet die jongen niet uit te maken. Oh ja, dat is handig. Die Fluan heeft de Fluan gedaan, hè? Ook die. Heb je tegelijkertijd, kan je dat aandoen. Nou, toppie. Hé, hey, dan is Lucilla helemaal klaar met de kamer. Toppie. Ja, dan gaan we even kijken bij Luan, hoe het daar is. Kijk, Luan. Wauw, och kerel. Je hebt je discolamp hier neergezet. Ja. Heel erg leuk, Lu. Leuk. Mooi. Deze te doen. Luan wilt ook wat veranderen. Wat wil jij veranderen, kerel? Het enige is dat ik mijn bed zo wil zetten. Zo. En dan kan mijn nachtkastje daar neerzetten. Oké. Okay. Alleen die lenssnoer moet ik dan wel even. Ja, die moet je even. En dan gaan we even de poster. Ik had bij Lucilla hadden hem er ook afgehaald. Ja. En die gaan we bewaren, hè? Dat is natuurlijk wel heel mooi. Als je weer in de klas zit, dan doen we weer. Kun je hem weer ophangen. Deze even aan de kant. Maak eerst een beetje plek. Zo. Dit kleed ook weg. Of wil je deze laten liggen? Oh, je mag wel laten liggen. Het plan van Luan is dus dit bed in kwartslag te draaien. Dat wil hij proberen. Oh, doe het aan de kant. Ja. Het is een groot bed van Luan. Kijk, dus we moeten hem eerst de stiekem op doen, hè? Van de kant af. Is die kant op? Oh, mijn kant! Oh, mijn kant! Luk, ze komt naar mijn kamer. Nee, Even kijken. Ja? Het ziet er nu zo uit. Je hebt alleen nu wel iets minder brede inloop.
vanaf daar. Want je hebt hier die stoel staan. Dus ik weet ook niet of dit wel heel een handige positie is. Of je moet toch je bed hier neerzetten. Dat kan ook. Dan heb ik geen dansplek meer. Oh, zo bedoel je. Of je moet je bureau verplaatsen. Want dan heb je wel een betere inloop. Zet je je bureau daar neer en die kast daar neer. Mama, dit ding... Ja, die hangt vast. Ja. En Leon is eigenlijk hetzelfde als wat we ook bij Lucilla hadden. Er hangen bepaalde dingen aan de muur. Wat dus de positie bepaalt waarom dingen zo staan. Zoals bijvoorbeeld het magneetbord. En eigenlijk ook, ja, en deze, hè? En de spiegel. Ja. De spiegel met zijn kapstokje, dat hangt vast aan de muur. En hij danst hier heel graag. Ja, met die bal. Dus als we dingen gaan verschuiven, kunnen we dat niet verschuiven. En als we hier het bed neerzetten, dan heeft hij minder ruimte om te dansen. Dat snap ik ook wel weer. En nu heb je bureau hier, maar misschien kan je dan wel die kast verschuiven. Want die ladekast, die staat een soort van in de weg bij de ingang. Ja, maar mam, dit stuk hier. Ja, maar dan schuif je bureau, kan je wel iets meer hierheen schuiven. Oké, we gaan weer even creatief denken. Jongens, het komt goed. Jullie gaan straks verder zien hoe het afloopt. We hebben het kleed even weggehaald en mama is nu even aan het stofzuigen. Alle stofzuigen is hier weg. Maar de kast even die kant op. Daarheen. Maar mam, hoe zie je van buiten dit lelijke wit? Nee, hangt je gordijn niet voor. Ja. Dat we de kast en dit daar naartoe verplaatsen. Ja. Dat dit en dat de kast wel gewoon weer op zijn eigen plek staat. Of we schuiven dat daar naartoe. Ja. En dan zetten we bed zo recht er neer. Ja, maar dan kom je binnen op je bed. Want dit is de deur. Dan kom je zo op je bed. Dan hoor ik vanaf dit. En dan moet je zo lopen. Heel zo'n parcours. Of ziet dat er niet uit? Ja, we zitten even te kijken, want hij zit dus met een dilemma. Nee, Luan die heeft zoiets van, ja maar mam, ik wil graag dansen voor mijn spiegel. En nu heb ik minder dansplek voor de spiegel, omdat zeg maar hier het bed staat. En vroeg eerst kon hij hier dansen. Maar je kunt hier ook wel dansen, jongen. Nee, ja, het is minder, maar je kunt ook daar dansen. Alleen je hebt geen spiegel, je wilt voor de, ja. Dus dat is nu, dit is wel lekker dat je daar nou weer veel ruimte hebt. Omdat Luan een twijfelaar heeft, het is een groot bed, is het natuurlijk net even iets lastiger in de ruimte dan bij Lucilla. En dan Lucilla heeft haar deur hier zitten. Lucilla heeft andersom de deur, klopt. Want jullie hebben spiegelbeeldkamer met het raam. En binnenkomen zeg maar met de deur. Ja. Dat is ook zo. We gaan nog een poging wagen. We gaan nu kijken hoe het bed staat als we hem helemaal voor het raam schuiven. Ik ga zo uit mijn bed en dan kan ik helemaal zo lopen en ik kan dan zo, dan ga ik uit mijn bed en dan sta ik al meteen op mijn dansvloer. Dit is nou hoe het eruit ziet, kijk. Ja, als je niet
je moet bij je gordijn weer op en toe. Dit is ook grappig hoor. Bij je bed. Ja. Maar waar wil je dan je spiegel? Ja, dat we dan dat we de spiegel even eraf halen. Gaatjes eruit halen en dan met spul die gaatjes vullen. Ja. En dat we dan de spiegel daar neer gaan zetten. En waar gaan we dan die kast neerzetten? Nee. Ja, maar dan staat hij voor die lamp. Ja, misschien precies voor die lamp. Of dat hij achter die kast staat. Geen idee, we doen maar wat jongens. Ja, we doen maar wat. We doen maar wat. Oei. Oh. Zo. Kijk, zit hij precies daarachter, achter die lamp. Ja. Dat is ook wel grappig. Hebben we nou de kast daar neergezet? Ja, dit is ook wel goed hoor. Ja? We kunnen zeggen dat we zo... Nou, hier dan die dansspiegel. Ja, hier dan, ja. En dan kan je hier zo helemaal dansen. Maar wat vind je van jouw bed dan? Want voordat we dingen gaan boren. Die staat goed. En jouw bureau, staat het ook goed? Ja, dat mag gewoon lekker blijven staan. Dit mag blijven staan. Dat je gewoon lekker naar buiten kan kijken. Ja. Dat is op zich wel grappig. De gordijnen dicht. Ja, nou, ik kan ook mijn gordijnen openslaan. Oké, en hier kan je dus langslopen. Is misschien wel grappig om te zien. Je kunt hier zo langslopen. Bij de muur. Voor het gordijn. Ja, dat is zo voor het gordijn. Als die helemaal zo dicht is. Ja. Bed, ja? Dan moest ik eerst uitstappen om een gordijn open te doen, maar dat kan ik. Kan je zo? Hoppa. Een gordijn even open. Kun je zo 's ochtends je eigen gordijn open doen? Ja. Nou, als dat niet handig is, zo. Weet ik het ook niet meer. Niet. Nou, toppie jongen. Ja, lekker kijken. Lekker hè? Ja. Oké, gaan we samen even die spiegel proberen te fixen, goed? Ja. Nou. Aha. Oké. Die kant op. Gaan we dit kleuter eens even er neerzetten? Leggen? Ja, en dan zo. Doen we hem zo. Nee. Ja. Hallo. Nee, we hebben nu geen plek voor het andere kleed. Nee, maar even kijken hoe we dat gaan doen. We kunnen dat kleed dan ook hier doen. Dat kan. Ja, misschien zit er nog wel een plekje. Ja. Ja. Dat is wel grappig eigenlijk. Je hebt nog meer ruimte om te dansen dan... Je hebt nog meer ruimte. Ja. Hier is dus de slaapkamer van Lucilla. Die is er helemaal blij mee. En hier is de kamer van Luan. Ja. Nou jongen. Als je meteen binnenkomt, dan zie je de kast hier al zo mooi. Ja. Er zitten allemaal van die leuke dingen. Kijk, hier is was een schilderij met alle foto's. Fotolijstjes erin. Ja. Dus hier heb ik alles mooi staan. Ja. Als je de andere kant op kijkt, dan heb je hier mijn blaadjes. De blaadjes, je bureau. Hier helemaal netjes opgeruimd. En als ik hier kom en ik stap zo uit bed, leg ik hier mijn kleren altijd op. Ja, je kapstokje. En hier je poef. Kan ik lekker spelen. Dan zet je de poef even aan de kant. Dan kan ik hier zo lekker spelen. Ja. Hier heb ik ook nog ruimte om uit te stappen. Want anders is er geen plek meer voor het gordijn. Ja. Als je hier bent, heb je mijn nachtkastje en mijn bed en mijn knuffels. En als je hier bent, heb je mijn dansruimte. En dat laserlampje, die schijnt dan in de spiegel. Dus dan heb je ook nog wat lasers op die. Zie je nu nog niet? Ja, zie je nu wel trouwens. Door de spiegel is dat, hè? Ja. Ja. En dan gaat papa zo nog die spiegel erop hangen. Dan doen de ledlampjes het ook. Oh, die leuk. Die kan je er wel vast in doen. Ja, die kun je wel vast in doen. We hebben dit even als decoratie daar neergezet in de hoek. Voor de stopcontacten. Ja. Dat is dan niet zo'n verloren hoekje. Leuk, jongen. Echt helemaal toppie weer. Hoe je een kamer opeens weer zo kan veranderen. Grappig, hè? Heb je opeens weer het gevoel dat je een nieuwe kamer hebt? Ja. Terwijl we eigenlijk niks nieuws hebben. We hebben het alleen anders neergezet. Meubels, alleen we hebben anders neergezet. En we hebben alles gepoetst en opgeruimd. Ja. Dat scheelt. Superleuk, jongen. High five. Goed gedaan. En terwijl Luan en Lucilla even verder gaan met de gang opruimen, ga ik hier even bij Luxie kijken. Want Luxie zei... Oh, is ze verstopt? Luxie? Luxie? Nou, dan gaat mama weer. Nee! Hallo! Daar ben je. En Luxie was ook aan het roepen. Die zei, mama, kom eens op mijn kamer kijken. We hebben jouw hele kamer mooi opgeruimd. En jouw kamer is mooi schoon. Zo ziet jouw kamer er nu uit. Ja, dat is K3's idee, schatje. Kan je hier ook K3-liedjes doen, hè? Want jij hebt geen Spotify. Luxie heeft hier dat cd-spelertje. En hier heeft ze een microfoontje neergezet, hè, liefie? Ja. En hier is de ballenbak en de make-up tafel. En zo ziet Luxie haar kamer eruit. Ja. Maar Luxie zei al wat. Wat wilde jij zeggen? Wat wilde jij zeggen tegen mama? Lucie zei net, deze kast dan net hier.
En deze kuk, daar dan hier. En dan deze poot, hier zo. En waar dan jouw bed? Hier dan, voor mijn bed. En hier dan. Ik zei dat misschien Lucas haar bed hier komt. En haar kast daar komt. En met de bank. En met die. En dan met het bakkuptafeltje. Ook ergens staat tussen. Oké, maar ik dacht dat Luxia kamer wel goed stond. Nee. Wil je nou ook veranderen? Ja, ze heeft het nu natuurlijk gezien. Van Luan en Lucilla. Nu moet ik zeggen dat ik daar best wel een tijd mee bezig ben geweest. Maar ja, Luxie wil natuurlijk dat ook. Snap het. Ze wil hetzelfde als haar grote broer en zus. Maar ja, dan moet ik ook even creatief zijn. Je kunt ook het bed alleen zo doen. Ja, maar dan zit je met die glijbaan. Zet die glijbaan gewoon zo. Maar weet je hoe zwaar dat bed is, jongens? Dat bed is best wel zwaar. Steeds gekker. Nee, dat is niet leuk voor, ik snap het. Ja, maar we kunnen misschien ook... Hé, mama gaat kijken. Goed? Mama gaat kijken wat ze voor jou kan doen. Gaan we samen even kijken. Ik dacht van, oh, misschien die glijbaan aan de andere kant. Maar dat kan niet, jongens. Want dit is natuurlijk helemaal vastgemaakt met allemaal schroeven. Dus ik ga dit niet helemaal uit elkaar halen. Dit housepadje is prima zo. Nou, ik heb even wat spulletjes ook uit haar kamer gehaald. Hier, oh, hier hangt een stofje op jullie. Even hier neergezet. Ga ik zo hier even mee verder, want Daniel die komt kijken hoe de kamer van Luan en Lucilla is geworden. En kijken of hij een spiegel kan ophangen van Luan. Het is nog wel een beetje een rommeltje op de gang. Die kamer moet nog gedaan worden. Maar daar komt Lucius en papa, hè? Komen jullie even kijken wat we allemaal hebben gedaan? Dit is mijn kamer! Opa! Zijn kamer! Zo, Lucius. Wat vind je ervan? Huh? Heb je gewoon even zonder mij gepild? Ja. Met je sterke kinderen, joh. Had me even geroepen. Wat vind je ervan? Joh. Wat een beetje mijn foto's anders, anders, hè? Ik nog heel erg heel goed. Wat ik voor deze kritten? Een boezeltje. Hoe is het om ook te kijken? Oh, wow. Ik heb even kijken. Dat is heel leuk, joh. Grappig, hè? Dan ligt ze dus hier. Ja, zo wordt het gordijn. Ja. Kan je zo naar buiten kijken. Papa! Die gaat daar een beetje veel ruim kwijt. Dat valt op zich mee. Nee, dat valt mee. Nee. Het is maar zo'n stuk. Oké. Okay. En je kunt hem ook gewoon open doen. Je kunt hem ook zo doen. Dit kan ook gewoon. Wauw. Ik vind het heel mooi. Nee, we doen net nu op de kamer. Ze is er helemaal blij mee. Wat grappig, ik zou grappig. Eigenlijk heb je een nieuwe kamer zonder nieuwe dingen. Maar gewoon door het opruimen en even alles anders neerzetten. Kijk maar! Doe maar open! Hoe ziet dat dan? Helemaal andersom. Man. Cool, ik ga alleen dan moet ik dit nog even doen en die schroefjes eruit halen. Wat gaaf, joh. En die discobal mag daar wel blijven. Wat gaaf. Kijk, pap. Mam, even aan de kant. Oh, ja. Kijk, dan doe ik zo mijn gordijn dicht. En dan is het ochtend. En dan kan ik zo de gordijn weer boven doen. Dat is wel heel vet. Dat is wel heel vet gaan. Heel leuk. Mooi gemaakt, de duifjes. Ja, oh, kijk dan. Ja, ik ga nu ook met Luxie. Met Luxie was ik ook aan de gang. Die ga ik nu even afmaken. Cool. Niet hier. Oké, wat gaan we doen, Luxie? Ja, die moet even aan de kant. Nou, ik ben begonnen met de kast even verschuiven. Ik ga eens proberen of het me lukt. Of het überhaupt lukt om dat bed te verplaatsen. Anders laat ik het bed gewoon staan. Niet jukken. Ja, of het lukt het of niet. Dat gaan we zien. Daarheen kan plaatsen. Jullie zullen wel denken van, wat ben je allemaal aan het doen? Dat weet ik ook niet altijd. Ik heb hier vriend hoor. Zo? Deze post staat hier. Hé hey, jongen, kom even kijken wat je moeder nou weer aan het doen is. Ja, je zult wel denken, wat gaat het worden? Ja. Ik ben hier. Hier. Met de spiegel is het helemaal opgelost. Kijk,
we hebben hem gewoon hier staan. En denk ik van, waarom hang je hem dan niet op? Maar deze muur is net zo mooi geverfd. En als je dan met een schroefje erin gaat, dan is de hele muur al bekladderd. En als het dan een half jaartje later is en ik wil weer mijn kamer veranderen, dan zie je daar zo over mijn wand van die twee lelijke schroeven. Dus vandaarom dat we gewoon hier zo mooi hangen. En ik zie me gewoon prima zelf in de spiegel. Dus hier kan ik echt nog wel meedoen. En kijk, hier heeft papa een schilderij van mij opgehangen. Dus dat schroefje zie je voor mij ook niet meer. Dus dat is dan al wel weer opgelost. We hebben de ballenbak verplaatst. En waar hebben we die naar verplaatst? Onder de glijbaan. Nou, test maar eens uit. Oh, ja. Nou, even kijken. Hoe gaat hij? 1, 2. Oh, dat is leuk. In de ballenbak. Ja, gaan we proberen. Dan moet ik met de gang. Goed, schatje. Ja, doe de ballen maar weer in. Ik dacht, misschien is dat wel een keertje leuk. Zie je? 1, 2. Wow. Oh, dit gaat leuk. Eeuw. Dit is mijn kamer. Wauw, Luxie, is het toch gelukt? Laat maar eens even zien. Kijk, dit is uiteindelijk de kamer geworden. Het bed hebben we uiteindelijk hier toch neergezet. Het is gelukt. Met de ballenbak onder de glijbaan. Hier heb je je verkleedhoekje met je microfoon. En je make-up tafeltje. En de stoel. Deze tegen buurman. Van de buurman gekregen, dat klopt, ja. Liefie. Hier staat een buurman. Ja, daar staat een buurman. En daar heb je de mooie make-up hoek. En je microfoon. En daar hebben we de kast. Deze jongen. Het lampje hebben we hier. Ja, die hing onder het bed, maar die hangt nu dus gewoon daar tegen de muur. En deze kast hebben we hier neergezet. En deze de taart. Kaart. Ja. En dan dit hoekje hier. Deze. Dat komt ze ook wel goed uit. Maar mam. Ja, leuk. Zie of luxe. Opjermen. Ja, moet toch even jouw bed neerleggen. Dat lag nog onder Lucilla haar bed van het logeerpartijtje. Weet je nog? Die ligt daar. Dan moet mama er zo nog even doen. Ik heb nog bij Sia zeeën. Toen je er bij Lucilla ging logeeren. Ik durf niet hier. Dus nee. Ik even bij Sia staan. Ja, en dat durfde je wel. Het is dus uiteindelijk gelukt om ook Luxie haar kamer helemaal te veranderen. Zodat ze ook het gevoel heeft dat ze een nieuwe kamer heeft, liefie. Hé, hey, en dat was een goed idee van die ballenbak en die glijbaan. Laten we zien. Oh ja, laat maar eens even zien. Dan klimt ze hier naar boven toe. Op het trapje. Op het trapje. Op een raadbaan van het dorp. Ja, en hier bovenop. Ja, en hier overheen. Kan je zo lekker naar buiten kijken. Dan hebben we hier ik zie daar buiten hoor. Ja, mooi hè, die vriend. Dat is de tuin. Daar komt ze. Wee! In de ballenbak. Het is meer werk dan dat ik dacht dat ik was toen ik er vanochtend aan begon. Maar het is me gelukt om alle drie de slaapkamers van Luan de Silla en van Luxie helemaal op te ruimen, schoon te maken met hun hulp natuurlijk. En een hele metamorfose te geven, alles te veranderen, de meubels anders neer te zetten. Waardoor ze het gevoel hebben dat ze een hele nieuwe slaapkamer hebben. Maar het is nu al wel weer echt het einde van de dag. Ik ben pack off. Luxie ga ik zo lekker nog eventjes voeden. En Lucilla, of Luxie, die wil het nog even laten zien hoe het is geworden aan Luan, Lucilla, Lucius en Daniel. En papa. Papa. Ja. En Lucius. En Lucius, je had het ook nog niet gezien, hè, liefie? En nog niet. Oh, jongens, ik ben echt back off, maar ik ben heel erg blij met het resultaat. En tuurlijk, het is weer even een heel andere opstelling. Maar het gaat erom dat de kinderen weer helemaal plezier hebben met een nieuwe kamer. Ja, jongens, het is altijd duur. Gaat hij spieken? Oh, even papa roepen. Papa, kom maar. Oké, kom maar. Kijk eens mijn zakkamer. Wee! Wee!
kijken voor een zoontje. Huh? Hey, mooi. Oh, wow. Leuk, hè? Hier zo. Ja, die hing eerst onder het bed. Ik vind jou nou zo. Wat een gave kamer. Leuk, hè? Weer heel anders zo, hè? Grappig, hè? Ongelooflijk. Ja, het is toch nog gelukt. Ik denk dat lukt me nooit deze kamer veranderen. Ja, maar ik zou dat in je eentje verzorgen. Gewoon verschoven, toch? Nee. Ik heb alles verschoven, ja? Nee. Ja, die gaat mama nog even opmaken voor jou. Ja. Even schone bedden maken. Ik ben lekker de kalkoenrolade. Oeh, papa gekookt. Och, heb je mooi opgemaakt in je mooie nieuwe kamer. Ja, mooi schatje. Ik maak er lekkere pennen bij. Met och, lekker. Gaan we zo lekker warm mee? Lekker. Huh? Ja, nou, we hebben alles gepimpt vandaag. Ik moet zeggen dat ik wel echt back-off ben. Ja, dat kan ook hoor. Het is echt... Ik dacht van, dat doe ik wel even. Ben ik zo doorheen, maar... Merci. Het is best wel een hele en terwijl luxe je alles. Zijn kamer dat hij zegt, mijn kamer ook. Nee. Zijn kamer is nog niet gebruikt. Nee, dat heb ik nog niet. Dat bedrijf weer. Nee. Maar de anderen die hebben gewoon weer lekker een frisse nieuwe kamer. Zo. Alles helemaal gepoetst en gestoft en opgeruimd. En lekker veranderd. Kijk, en de gang hebben ze ook netjes opgeruimd. Nou, goed gedaan, kinderen. Heel trots op jullie. Jullie hebben echt goed meegeholpen. Ja, nee, dat doet mama zo even, dit hoekje. Ik ga de tafel dekken. Ja. Oh, mama. Ja, Pip, help opruimen. Oh, Pipje, ook even kijken. Mijn kamer. Ja, doe je lampjes maar even uit. Goed zo. En mannetje toch. En kijk eens even, lekkere salade. Even voor vader en voor moeder. En voor kinderen even lekker pennen. En de vierde kerstdagspecialiteit, een kalkoenrolade. Dat was schattig, jongens. Hij zit al gewoon helemaal in het gordeltje. Kan hij al in deze stoel zitten? Gezellig, liefie. Hij kan steeds beter en zitten. En mama, op bed ging hij zo in het kussentje zitten. Doe hij zelf. Ging hij zelf naar voren al, hè? Knap van hem, hè? Hij kon helemaal rechtop en niet zelf. Ja. Zomaar helemaal rechtop. Gewoon rechtop zitten. Kijk, we hebben dit kussentje hierachter zitten voor hem. Dat hij wel wat steviger zit. Dat is leuk. Dat is toch gezellig, jongens, zo erbij. Ja, dat is gezellig, schatje. Nou, ondertussen hebben we een lekkere salade. En Daniel had nog lekker, we hadden een kalkoen. Die hadden we met kerst niet eens aangebroken. Maar die heeft hij in de dingen gedaan. En die is heel erg lekker. Oh, ja. Heerlijk. Kalkoenrolade. Heerlijk. Lekker doen, jongens. Ga dus. Ja. Nou, en dan gaan we lekker eten. Mama. En dan was het weer. Oh, dan kun je dat op eten. Wij gaan lekker ons bordje oppeuzelen. Dan sluiten we de vlog weer af voor vandaag. Vond je dit nou weer een leuke vlog? Doe even zo. Duimpje. Vergeet niet te abonneren. Klik op belletje. En we zien jullie morgen weer in een nieuwe vlog. Tot morgen. Doei. Doei. Ik wil heerlijk slapen. Ja, dat denk ik ook. Volg je hart, boem boem mee. Wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee. Dans mee.